Ik ben Maria Verschoor, 24 jaar. Ik speel bij Amsterdam Dames 1 en het Nederlands elftal. Ik hockey nu 6 jaar bij Amsterdam. Ik ben daar toen heel goed opgevangen toen ik daar net kwam. Fijne mensen om me heen en een lief team. Ja, heel erg naar mijn zin hier. Met Amsterdam zijn we in mijn debuutjaar landskampioen geworden. Om nog een keer landskampioen te worden, ja, daar gaan we nu weer kaart voor strijden en volle bak voor vechten. Als ik mezelf zou moeten omschrijven als speler, dan denk ik dat ik een creatieve speler ben die graag op snelheid acties maakt. En daarbij ook wel combinerend er langs wil komen, een beetje die afwisseling graag wil maken. Wat ik echt wil verbeteren aan mijn spel is mijn rendement, dus scorend vermogen of het voorgeven van ballen. Het liefst ook nog een bepaald gedeelte van mijn passing, dat altijd strak is en goed in de stick. Dus ik ga daaraan werken de komende periode. Mijn vaste routine is dat ik altijd standaard inspeelmaatje heb met Laurens Stam. Ook een vaste routine is het uitdelen van de hesjes voor het partijtje. Ik wil altijd in de line-up naast dezelfde mensen staan. Ik wil in het kringetje naast dezelfde mensen staan. Dus ik vind het altijd wel fijn dat als die mensen er gewoon zijn, dat ik het op die manier doe. Mijn hoogtepunt in mijn carrière is de Olympische Spelen van Rio. Dat was gewoon een heel gaaf toernooi om überhaupt een Olympische Spelen te spelen. Natuurlijk super jammer dat we zilver hebben gehaald. Dus dat is nog wel een doel voor mij om goud te halen. Maar dat was wel echt een hoogtepunt. Mijn grootste tegenslag in mijn carrière is toch wel het missen van het WK afgelopen zomer. Ja, daar heb ik toch wel heel erg van gebaald. Wel gewoon een korte periode heel erg van gebaald. En toen wel de knop omgezet en weer doorgegaan. Krachttraining is belangrijk voor me. Ik voel me er sterker door en ik denk dat het ook beter is voor mijn lijf als je op zo'n hoog niveau hockeyt. Het is toch niet goed voor je gewrichten, dus dan vang je het met je spieren wel op. Buiten het feit dat je in het veld sterker bent, dat het ook gewoon beter is voor je lichaam om topsport te bedrijven. Gemiddeld in de week besteed ik 3 uur aan krachttraining. Daarin doen we oefeningen die we krijgen vanuit het Nederlands elftal. Die gericht zijn op het hockeyen en op het sneller worden, op het sterker worden. Dus dat voelt heel goed. Ik ben blij met mijn lijf als topsporter omdat ik atletisch ben gebouwd. Dat heb ik van mijn vader. Hij is ook atletisch gebouwd. Waardoor ik eigenlijk makkelijk spieropbouw heb en makkelijk fit word. Dus dat is heel erg fijn. Aan de andere kant heb ik wel wat zwakkere enkels en wat zwakkere polsen. Die moet ik trainen zodat het sterk blijft. Maar al met al ben ik blij met mijn lijf als topsporter, want ik ben nooit geblesseerd. Het mooiste aan het zijn van profhockeyer, nou ja, toch het harde werken wat je erin stopt. Het vele trainen, wat niet altijd leuk is. Maar dan uiteindelijk toch wel om samen met een team naar een doel te streven. En dat vind ik ook vooral het leuke aan hockey, dat het echt een teamsport is. Dat je het met elkaar doet. Dat je met z'n allen voor hetzelfde doel gaat. En daar met z'n allen zoveel mogelijk voor wil doen. En ik vind het gewoon mooi dat je 100% uit jezelf probeert te halen. Op heel veel vlakken, want het is niet alleen fysiek, maar ook mentaal gezien. En daarbij vind ik het ook heel leuk dat ik daar dus heel veel van heb geleerd al de afgelopen jaren. Het grootste doel in mijn hockeycarrière is Olympisch goud halen. En daarbij wil ik ook nog WK goud. En nog heel veel keer landskampioen worden met Amsterdam. Bow down to the king.